Dag Marielle. Goedemiddag. Je hebt een fantastisch mooi weer uitgezocht. Ja, lekker hè? En een prachtige omgeving. Nou. Hier in Sparrenrijk. Ja. Sparrenrijk. Ja. Wat maakt Sparrenrijk zo bijzonder voor jou? Ik kom hier al zo'n beetje sinds ik kan lopen. Vroeger met mijn ouders, dan gingen we beukennootjes zoeken en kastanjes en eikels en nog niet van die poppetjes maken thuis. Wonen jullie hier in de buurt? Wij woonden vroeger op Munsel. Mijn ouders nog steeds. Ik woon inmiddels op Boksel-Oost. Maar ik kom hier nog steeds graag met kinderen. Het is lekker overzichtelijk, er is een speeltuin en nou ja, ik ben niet zo heel goed met richting. Dus je kan hier niet verdwalen, want alles is recht. Dus dat is voor mij heel fijn. En het is lekker overzichtelijk. En daarom komen we steeds weer terug hier naartoe. En met de kindjes? Met de kindjes, ja zeker. Lekker door de bladeren rennen en een beetje ravotten. Ja, lekker. Breng me meteen eigenlijk tot een vraag. Nou, loopt hier een spoorlijn langs? En die spoorlijn maakt natuurlijk wel wat herrie. Dat vind ik dan wat jammer bij Sparrenrijk. Ik ook. Mijn oudste zoon niet, want die is dol op treinen. Dus die vindt dat echt een grote bonus. Maar ja, ik vind het voor het natuur, voor de stilte die hier verder is, ook heel jammer. Breng me ook met die trein. Die gaat naar Est toe. En nu is het zo dat er sprake is van de noordelijke ontsluitingsroute. En als het goed is, gaat die straks een stukje van Sparrenrijk raken. Wat vinden jullie daarvan? Nou, als dat al zou gebeuren, dan zou dat natuurlijk eeuwig zonde zijn. En wij hebben als D66 altijd gezegd, nou, wij zouden het erg op prijs stellen als we eerst eens gaan onderzoeken met elkaar een vrachtwagenverbod. Er komt een Daar is die inderdaad. Ja. Een vrachtwagenverbod, Kalksheuvel-Kapelweg en in S. En wij hopen dat de gemeente dat wil gaan onderzoeken. Omdat wij denken dat dat een alternatief zou kunnen zijn voor allerlei nieuwe wegen die ons natuurschoon gaan raken. Ik ben benieuwd, want ook daar zullen dan wel weer andere nadelen aan zitten. Hè? Ongetwijfeld, maar ik denk laten we dat alternatief ook goed gaan onderzoeken. En dan komen we met elkaar tot een breed gedragen plan, waarbij je uiteraard ook inwoners moet gaan betrekken. Om te zorgen dat er zoveel mogelijk draagvlak is. Maar dat is lastig. Marielle, net zei je van... In een bos, daar heb ik wat minder richtingsgevoel. Ja. Maar hoe is dat als lijsttrekker in de politiek? Nou, in de politiek weet ik heel goed wat ik wel en niet wil. En welke richting ik op wil en hoe dat dan moet gaan. En in mijn persoonlijke leven ook. Maar zet mij in een onbekende stad of in een bos wat ik niet ken en het gaat onherroepelijk mis. Maar hoe doe je dat? Want hobby is ook wandelen. Ja. Hoe doe je dat dan? Nou, lang leven Google Maps, zou ik zeggen. Dus en paaltjes volgen. Ja, ja. Nou, is dat een van je hobby's, maar ik zag ook dat je een andere hobby had. En dat is koken. Ja, dat klopt. Vind ik interessant. Ja. Vertel eens. Ja, ik kook heel graag. De Italiaanse keuken, Aziatisch. Ik heb een tijdje in Indonesië gewoond, dus dat zijn smaken in Indonesië gewoond? Ja, dat klopt. Vertel eens. Toen ik begin 20 was, wilde ik graag de wereld ontdekken. En naar het buitenland. Nou, Afrika, dat vonden mijn ouders als vrouw alleen niet zo'n heel goed idee. En toevallig hebben mijn ouders vrienden waarvan de dochter in Indonesië woonde in dat tijd. En toen ben ik daar naartoe gegaan voor eigenlijk 2,5 maand en dat werd een half jaar. Zo, en wat heb je daar dan precies allemaal gedaan? Ik heb daar les gegeven, Nederlandse les. En dat was reisleiders. En op een schooltje voor kinderen die Nederlandse roots hadden. Zij leerden daar Nederlands om te kunnen praten met familieleden in Nederland. En hoe lang had je dat gedaan, zei je? Half jaar. Oké. Okay. En veel terug geweest daarna natuurlijk, want ja, dat zit zo in mijn hart, dat land. En daar heb je ook dat koken geleerd, dat Indonesisch koken? Ja, ja. Ja, ik heb daar diverse kookcursussen gehad. Ja, alleen ja, die smaken van Indonesiërs die houden natuurlijk van pittig. Dus als ik dan had gekookt, dan stond bij mij wel eens het zweet op mijn voorhoofd. En ben je zelf ook zo pittig? Ik ben wel een redelijk pittige dame, denk ik. Ja, ik
ja, ik weet wat ik wil. Ik heb een sterke eigen wil, al van kleins af aan. Dus ik denk dat ik wel pittig ben. Kun je eens een voorbeeld noemen, hoe je bent dan? Als ik overtuigd ben van mijn gelijk, dan zal men dat ook wel horen. En ik zal dan niet zomaar zeggen van, nou oké, dan niet, dan heb jij gelijk. En dan leg ik me daarbij neer. Ik ben redelijk vasthoudend dan. Mielle, jij schrijft ook kalmt. Dat klopt. Over mijn kinderen. Voor twee verschillende opdrachtgevers mag ik schrijven over datgene wat ik het allerliefste vind van de wereld. Dus dat is heel mooi. En waar schrijf je dan precies over? Ja, dat zijn echt de dingen die zij meemaken of die zij zeggen. Kinderen die kijken op een hele andere manier naar de wereld. Heel onbevangen, heel open. En dat je dat mag signaleren en mag beschrijven, ja, dat is fantastisch. Ja, als journalist verwacht ik ook dat je het kunt, maar... Een ander punt, je had het over koken net. Ja. Ik ben erg benieuwd of je misschien overwogen hebt om een kookboek te schrijven. Als ik het zou kunnen, zou ik het doen. Maar ik volg graag de recepten, dus daarin kan ik wel heel goed de richting vinden. Maar om het zo zelf uit mijn mouw te schudden en dat dan op te schrijven, nou, dat is niet aan mij besteed. Waar ik toch nu benieuwd naar ben, heb je ook nog een guilty pleasure? Hoeveel wil je er hebben? Nou. De belangrijkste? Ik lees heel graag en dat zijn vaak wel de biografieën en wat literair verantwoord. Maar mijn echte guilty pleasure is om als het slecht weer is buiten, met een kop thee en een reep chocola en zo'n heel erg flut vrouwelijk romannetje op de bank te kruipen. Je bent nu lijsttrekker. Wat ga je anders doen dan je voorganger? Oh, dat is altijd een hele goede en gevaarlijke vraag. Dankjewel voor het compliment. Ja, nee, dat, van een journalist dat een mooi compliment natuurlijk. Wat ga ik anders doen? Nou ja, waarschijnlijk veel dingen, want ik ben natuurlijk een ander persoon. Maar ons verkiezingsprogramma, daar sta ik achter. En daar stond mijn voorganger ook achter. Wat ik heel belangrijk vind is de samenwerking met ondernemers, met inwoners, met verenigingen en ook met andere politieke partijen. En dat is iets waar ik echt op in wil gaan zetten. We zijn hier bij de bibliotheek. Waarom wil jij zo graag hier zijn? Omdat dat voor mij een hele bijzondere plek is. Ik kwam er vroeger altijd met mijn moeder boekjes lezen en nu met mijn eigen kinderen. Ja, we komen er, ik denk, één keer in de drie weken. En dan gaan er tassen vol boeken mee naar huis. En ik ben een echte lezer. Waar komt dat vandaan, dat lezen? Ik heb het altijd al gehad. Als klein kind werd ik natuurlijk veel voorgelezen door mijn ouders uit Nijntje. Okay. Sinds ik zelf kon lezen, was ik ook volgens mijn ouders een stuk makkelijker kind. Ik kon mezelf bezighouden. En ze kennen mij eigenlijk niet anders dan met een boek in mijn handen. Wat zijn jouw favoriete boeken? Misschien kan ik het anders vragen. Wat is het laatste boek wat je gelezen hebt? Dan moet ik even graven. Dat is een boek geweest van Sophie Kinsella. Een vrouwenromanschrijver. Shopaholic. Dat is hem geweest. Past in het guilty pleasure verhaal. Ja, een beetje wel. Nou ben je lijsttrekker. Sowieso als raadslid moet je veel lezen. Ja. Hoe is dat? Ja, dat zijn natuurlijk niet bepaald romannetjes, hè. Dat zijn echt wel feitelijke stukken. Ik heb dat in mijn werk als journalist ook al vaak moeten doen. Dus dan weet je al een beetje hoe je het moet lezen. En ja, soms is het een stuk heel interessant en soms denk je, ja, het is een beetje langdradig of wat wollig. Maar ja, het hoort erbij. En je leert op den duur wel hoe je dat het best kan lezen door het echt te scannen. En je weet waar de highlights vaak zitten. Dus daar train je jezelf wel in. Ja, ja. Waar is de interesse om de politiek in te gaan vandaan gekomen bij jou? Ja, dat is eigenlijk een lastige vraag, omdat ik dat zelf niet precies weet. Ik kom niet per se uit een heel politiek nest of zo. Maar toen ik een jaar of 5, 6 was, eind jaren 80, toen waren de verkiezingen. Toen nog met Kok en Lubbers en die hingen met van die posters op lantaarnpalen. En ik schijn toen aan mijn moeder gevraagd te hebben van nou, wat zijn die meneren? Waarom die hangen die daar? En die heeft dat een beetje uitgelegd. En toen heb ik gezegd, ja maar mama, waarom zijn het meneren en waarom zijn het geen mevrouwen? En dat was het moment dat mijn moeder dacht, oké, die gaat die kant wel op. Ja.
En nu is het zover. En nu is het zover. Nu zit je zelfs als lijsttrekker voor de partij. Nou is het wel zo dat ik heb gelezen dat er verschillende mensen die lijsttrekker zijn niet in de raad gaan zitten. Die als ze geen wethouder worden. Hoe is dat voor jou? Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, mijn eerste doel is altijd het raadwerk geweest, omdat je echt als raadslid echt wel aan de basis staat, hè, van beslissingen en van beleid. Mocht het zo zijn dat wij in een college komen, dan hebben wij diverse kandidaten waarvan wij zeggen, ja, die zijn geschikt potentieel als wethouder. En wij laten dat echt afhangen van de uitkomst van de verkiezingen en van de uiteindelijke portefeuille die wij eventueel krijgen. Wat is jouw voorkeur? Ben je zelf beschikbaar? Ik zou eventueel beschikbaar zijn, ja. Je hebt aangegeven dat je samenwerking binnen de raad en met burgers, dat willen heel veel partijen. Maar je hebt heel duidelijk aangegeven dat je een raads, hoe heette dat, een raads... Raadsbreed akkoord. Raadsbreed akkoord wil hebben. Ja. Wat is dat nou precies? Nou, daarmee ga je eigenlijk als met alle partijen samen, en dat moet je echt wel met z'n allen doen natuurlijk, ga je zeggen, nou, in de komende periode, en dat is in dit geval 5,5 jaar, zijn dit en dit en dit de thema's, daar willen wij op focussen. En daarmee geef je wethouders de opdracht, die thema's, ga die eens uitwerken. Ja, dan wil ik daar toch even iets van zeggen, want volgens mij zijn er heel veel thema's die allemaal nu in de programma's redelijk gelijk zijn. Ik denk even aan woningbouw, denk even aan de oudere kant, ik denk even aan duurzaamheid. Er zijn heel veel thema's die gelijk liggen. Waarom wil je dan toch per se dat... Omdat je in een raadsbreed akkoord ga je niet per se al in op de invulling. Want je bij een coalitieakkoord heb je dat wel. Hè? Dan ga je echt zeggen, nou, dit en dit en dit zijn onze standpunten en daar gaan wij voor. En bij een raadsbreed akkoord is dat nog veel meer algemeen. Dus dan zeg je, nou, we gaan iets vinden van duurzaamheid of we gaan iets vinden van woningbouw. En een wethouder gaat daarmee aan de slag. En die moet dus heel goed contact leggen met stakeholders, met inwoners, met organisaties, om tot een plan te komen waarvan hij denkt, nou, daar gaat de raad wel mee akkoord. Want het verschil tussen oppositie en coalitie valt weg bij een raadsbreed akkoord. Dat heb je dan niet meer. Dus het wordt, ook het politieke werk wordt veel uitdagender eigenlijk. Omdat je continu moet proeven bij elkaar. Ik zie dat niet zo, want ik denk dat je dan allemaal gezamenlijk... Het is allemaal één pot nat, dan maakt het ook niet meer veel uit. Nee, want je hebt het beleid niet vastgesteld. Je hebt niet al gezegd, dit en dit en dit, zo staan wij erin. Het is nog veel algemener. Pas als het in de raad wordt behandeld, is het heel concreet. Denk je dat je daarmee die strijd waar je het in het programma over hebt, daarmee voorkomt dan, echt? Niet voorkomt, maar je voorkomt wel de strijd tussen oppositie en coalitie. Nu is het vaak zo, als je als coalitie een plan presenteert, dan weet je, het wordt aangenomen, want wij hebben een meerderheid. En dat is als oppositiepartij, kan ik me voorstellen, best frustrerend. Maar als jij met een raadsbreed akkoord zit en een wethouder komt met een voorstel, dan moet je met elkaar een meerderheid gaan zoeken. En die staat niet van tevoren vast. Ja, ik zit toch even, dan loop je wel het risico dat de coalitieonderhandelingen erg lang gaan duren. Althans de onderhandelingen, het hele traject daarvoor om dat te krijgen, wel heel lang gaat duren dan. Nou, het zou kunnen, maar je zei net zelf al, ik zie in veel programma's wel dezelfde thema's terugkomen. En ik denk dat dat dus dan wel helpt. Oké. Okay. Samen groener is een van jullie slogans. En jullie willen ook meer groen in plaats van stenen. Ja, jullie willen heel veel vergroeningsprojecten, waardoor dat je de natuur helpt. Maar waar ga je het geld vandaan halen? Want we hebben al een tekort en je wil allemaal subsidies. Hoe gaat dat? Ja, dat is altijd een lastig spanningsveld natuurlijk. Het kost veel investeringen, dat klopt. Maar het levert ook veel op. Er zijn natuurlijk ook landelijke subsidies voor. En op den duur zie je ook dat verduurzaming, dat zie je ook bij je eigen woningen. Als jij zonnepanelen op je dak legt, dan gaat jouw energierekening omlaag. En zo werkt dat ook met grotere investeringen. Daarnaast is er natuurlijk ook al de afgelopen jaren wel geld voor gelabeld en voor gereserveerd. Dus ik denk dat goed komt. En het is daarnaast wel zo, ja, wij gaan als gemeenteraad wel nog een kerntakendiscussie voeren, waarbij we met elkaar gaan praten van, nou, we hebben het financieel moeilijk. Welke dingen moeten we doen? Welke dingen willen we doen? En hoeveel hebben we daarvoor over? Hoeveel is er dan over? Daar zal dit in moeten worden meegenomen. Maar los daarvan, wij moeten voldoen aan de eisen van het klimaatakkoord. En dus zullen wij nu met z'n allen in actie moeten komen. Klimaatakkoord bedoel je het landelijke klimaatakkoord?
Nou, dat is zelfs al wat meer nog dan landelijk. Hè. Dat is zelfs Europees al. Ja, daar staan regels in waar je aan moet voldoen. Wij hebben als Bokstel zelfs die ambitie nog iets naar voren gehaald en gezegd, wij willen dat graag in 2030. Waarbij wij als D66 wel zeggen, ja, daar zou je naar moeten streven, maar je moet er niet keihard aan vasthouden. Het jaartal is niet eens zo belangrijk. Het gaat erom dat er nu actie komt, want we zijn al een beetje aan de late kant. Dus 2050 zou nog acceptabel zijn? Dat vind ik erg ver vooruit. Dan zou ik zeggen, nou, alles tussen 2030 en 2040 is acceptabel. We hebben herindelingsverkiezingen, bijzondere verkiezingen. Normaal is dat 4 jaar hè, dat je gekozen wordt. Nu is het dan 5,5 jaar. Mm-hmm. Als je nu naar die 5,5 jaar terug gaat kijken, wat moet er zeker gerealiseerd zijn? Sowieso, en dat geldt denk ik voor elke partij. Elke partij wil dat Bokstel een fijne gemeente is, waar mensen fijn kunnen wonen, werken, recreëren en kunnen leven. Ik hoop dat we dan grote stappen hebben gezet in de energietransitie en in de duurzaamheidsslag. Ik hoop dat we met woningbouw goed op de rit zijn. En bovenal hoop ik dat wij nog steeds de sociale gemeente zijn die wij zijn. Ja, je noemt heel veel tegelijk. Mm-hmm. Maar wat is nou het meest dominante speerpunt voor je? Dat vind ik een hele lastige, want gemeenteraadsleden staan er wel om bekend dat ze vaak heel veel willen. Ik hoop vooral dat onze financiële situatie stabiel is en dat wij een beetje nog groen zijn en sociaal zijn. Dat is voor mij het belangrijkste. Heb je ze toch allemaal 3 genoemd? Heb je ze toch goed genoemd, maar wel kort, hè? Nou, Marielle, ik vond het een zeer aangenaam en leuk gesprek. Ik wens jullie heel veel succes met de verkiezingen en ik hoop je dan met de verkiezingen nog eens te treffen. Zeker, nou dankjewel. Ik vond het ook erg leuk. Tot ziens. Tot ziens.